Yo, gasten, Leuk dat hier. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we mijn Barley proberen naar rang 35 te pushen. In belegering met Panda en Louis. Het gaat heel erg goed, zoals jullie hier kunnen zien. Ja, eigenlijk winnen we gewoon lekker alles. Uh, ik was hier even toen hun er nog niet waren. Een potje duo. Maar hier, uh, gisteren, ging het ook heel erg goed. Volgens mij hebben we twee potjes verloren of zo. Uh, dat, is, dat is heel erg fijn. Uh, in ieder geval, ja. Ik zie jullie bij het eerste potje. Ook okay, aangekomen bij het eerste potje. Tegen een Jean, een Stu en een Barley. Even kijken hoe dit gaat. De matching was wel heel snel. Uh, dus het kan wel een heel hoog team zijn. En dat wordt dan wel gevaarlijk. Uh, maar ja, we zullen wel zien. Uh, ik ben in ieder geval in het midden met Barley. En dan zal ik mijn gadget eens even inzetten. Ik zal ook even de, de, schiet op hun gadget, zodat hij weggaat. En Pandebeer heeft daar uh, de bolt gepakt. Dat is mooi. Lewis, volgens mij ook. Als hij dit overleeft, hebben wij de eerste robot. En dat hebben we nu. Dus dat is heel fijn. Tenzij hun hem op tijd hebben. Nee, we hebben, op de, we hebben al de eerste robot. Dat is heel erg fijn. Uh, want dan kunnen wij gewoon meteen veel damage doen en de controle een beetje houden. Uh, hun hebben wel drie bolts voor de laatste. Of oh, voor de tweede. En dat is wel vervelend dat hun er al veel hebben. Uh, maar dat maakt niet uit. Als wij nu gewoon heel veel schade op hun kluis kunnen doen, is dat mooi. Ja, we hebben 50% of zo. <laughs> dat is heel erg goed voor een eerste robot. Uh, ja, dus hier ben ik zeker tevreden mee. En hun zitten vast in hun span. Waardoor ik gewoon de hele tijd vanaf hier een beetje erop kan schieten. Als hun omhoog lopen. Uh, ik zal vooral op de Jean en stuur gaan schieten. Want ja, die zijn, uh, die zijn uh, met z'n tweeën. En ik ga... Ja, normaal is het nooit slim om voor de tweede robot te gaan. Uh, want als je de derde hebt, kan je eigenlijk altijd sowieso finish. Maar als wij de tweede nu pakken... Uh, ik ga er dan vanuit uh, dat we deze wel dan kunnen... Oh, Pannenbeer gaat dood, helaas. Uh, dus dan misschien niet. Uh, dan misschien niet, nee. Uh, als hij er niet is met het aanvallen, um, dan kunnen we misschien niet finishen. Maar ja, we hadden hier 50% gedaan. Dus ik dacht, ja, laten we voor de volgende robot gaan. Want dan kunnen wij... Um, oh, kut. De stuur hier op mij. Um, maar dan kunnen we nu een hele grote aanval doen. En waarschijnlijk kunnen we nu al uh, finishen. Dus dat is heel erg mooi. Ik dro drop gewoon alles op de kluis. En ja, we hebben gewonnen na twee robots. Heel erg fijn. Even kijken wie dit waren. Uh, ja, dit was uh, mooi. Ik zal een screenshot maken. Dit was een snipe namelijk. Nou ja, waarschijnlijk. Ik zal even kijken. Heeft de jean van hun al. Nee, de jean van hun heeft nog geen rang 35. Oké, okay, dan was het geen snipe. Hij was zelf gewoon aan het pushen. Uh, hebben we nog vier potjes te gaan? Like en abonneer ook zeker trouwens. Als je de video leuk vindt. En uh, laat jouw Instagram naam achter in de reacties om mee te doen aan de dagelijkse Instagram volg giveaway. Um, ja, dan zie ik jullie weer bij het uh, volgende potje. Oké, okay, nou ik zal jullie een beetje uitleggen hoe het is gegaan. Um, dit nu is anderhalf uur nadat ik de vorige. Uh, nadat ik zei op naar het volgende potje. Uh, het potje daarna, in die video hadden we namelijk verloren. Uh, toen ging ik opnieuw pushen. En toen had ik de video opnieuw gemaakt, dacht ik. Toen was ik weer op 1237 begonnen met de video opnemen. Toen verloren we weer. Nou. En toen uh, moest Pandabeer eten. En uh, ik was de hele tijd boos op Louis. Gisteren ook al. Ik vind Louis uh, niet goed met Lou. ik was er echt klaar mee. En Pandabeer moest eten. Dus ik ben gewoon uh, weggegaan. Dat was eigenlijk ja, best wel genaaid voor hun. Uh, maar ja, als hij, moet, als hij weg moet. Ik heb geen zin om daarop te wachten. En zeker niet om nog met zo'n slechte teammate van een Lou te gaan. Ik heb tegen Pandabeer gezegd. Als jij uh, klaar bent eten. Kom dan met Karel, uh, kom dan met Karel pushen. Uh, dus ja, we zien wel of hij dan komt. Het boeit me ook eigenlijk echt niet of hij komt of niet. Want uh, ik ga het finishen met Karel en Kechi. Want ik heb geen zin om nog, uh, uh, nog wat langer te wachten. En sowieso, uh, ik snap, ja, we verliezen ineens twee keer. En die uh, Lou van net die gaat mij de schuld geven. Terwijl, ja, het was wel mijn schuld. Ik ging dood in dat potje. Maar als hij in dat potje super 10 seconden... Hij zette ze super random in... Als hij ze super gebruikte voor de defense, hadden we sowieso niet verloren. En dan ga ik nog dood, omdat ik zijn fout moet herstellen. Dan krijg ik de schuld. Dus ja, fuck dat. In het potje daarvoor had hij ook getroot, omdat hij ze super niet inzette um, in de verdediging. En dat is gewoon heel vervelend, want de loose super is gewoon heel belangrijk in de verdediging. Dat is eigenlijk essentieel. Um, maar ja, ik ben nu met Karel en Kechi. Um, ik, ik weet niet of ik alle potjes laat zien. Ik zie wel eigenlijk gewoon een beetje hoe het gaat. Uh, maar ja, in ieder geval, op naar het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Tara, een Amber en een meneer P. Eens even kijken hoe dit gaat. Tara en Amber en meneer P zijn niet echt de beste knokkers voor deze map. Amber is wel echt goed, maar Tara en meneer P sowieso niet. Um, en Karel is ook... Uh, in plaats van Lou is hij Bibi. Aangezien Karel... Um, ja, hij wou wel helpen, maar hij wou niet met Lou. Aangezien Lou mega saai is. En wij dachten ook uh, trouwens... Uh, Lou is beter, denk ik, dan Jean in deze combo. Maar Kechi... Vindt zichzelf heel goed met Jean. Karel en ik denken daar wel anders over. Dus ik krijg je wel ook alleen maar heel met Jean. Dus ja, weet je. Prima. Um, het het hoe, weet je. We zijn geen noobs. We kunnen dat vast wel. We kunnen vast wel met de andere combo het ook wel halen. En um, dit gaat nog wel goed. We hebben de eerste robot. Um, ja, dus ik gooi gewoon mijn superdrop. Karel gooit ook zijn superdrop. Dus we doen heel veel damage. Uh, meteen. Dus even kijken hoe dit gaat. Um, ja, dat ding finishen we nog net niet. Helaas. Uh, maar we hebben wel gewoon heel veel damage gedaan. Ja, dus dat is mooi. Dus we kunnen sowieso weer al voor deze uh, de tweede robot gewoon gaan. En dan uh, daarmee de boel uh, afmaken. Ja, die meneer P. Die plaatste daar echt een hele slechte super. Ik kon hem gewoon meteen weghalen. En dan uh, is je super weer weg. Ik zet mijn gadget in. We hebben er eigenlijk niet zo heel veel aan. Uh, maar Karel die laat zich gewoon hitten door die. Uh, uh, dat deed hij prima. Hij liet zich gewoon hitten door die meneer P. Porter, zodat hij daar later zijn uh, bubbel op kon gooien. Nou, dat doet hij prima. Uh, Want uh, zodat hij zijn knockback kon bewaren. Maar als Karel die, BB, uh, die uh, Guy nog killed, wou ik zeggen, zou het helemaal goed zijn. Maar ja, we hebben nu een robot. En eigenlijk het enige wat we nu nog kunnen doen om, te, uh, om niet te verliezen bij deze push, is mij doodmaken. Maar ja, er is niemand om mij dood te maken. Dus ik kan gewoon volledig mijn Barley Super door de kluis gooien. En we hebben gewoon gewonnen. Dat is helemaal mooi. En dan zie uh, ik jullie weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Daryl, een Barley en een Stu. Ehm. Uh... Oké, okay, dit wordt wel vervelend, want Daryl en Stu zijn heel erg goed tegen Bibi en Barley. Ja, en Barley tegen Barley. Uh, hun hebben wel een hele goede matchup tegen ons, maar ja. Uh, ik moet wel zeggen, Daryl en zo, ik vind dat een beetje van die noob brawlers in 3 tegen 3. Op hoog niveau gebruikt bijna niemand die... Dus waarschijnlijk zijn het ook niet de beste spelers. Uh, die Daryl hier, die uh, is ook bijna dood. Uh, ja, die hebben we mooi dood samen met Kechi. En als Kechi die, uh, die Stu kan poelen, zou het helemaal mooi zijn, maar hij doet het niet. Uh, Oké. Okay. Dat kan, maar ik zou het wel doen als ik hem was. Maar ja, we hebben nu de robot in ieder geval. Dus dat is uh, prima. Eens even kijken hoe dit nu gaat. Want ze staan er met z'n allen in de verdediging. Oh, ik moet... die Daryl, die moest eigenlijk over de rivier op mij rollen. Want ik doe heel veel schade. Um, en dat doet hij nu ook. Maar ja, ik ben nu gewoon uh, heel ver weg. Oh, shit. Keggy Poel. Nou, oké, okay, hij heeft hem dood. Ik dacht even, het is niet zo heel slim om een, een Daryl te poelen als Jean. Maar Keggy deed het toch prima. Uh, dus dat is mooi. Uh, we krijgen denk ik sowieso wel die volgende robot weer. Want we hebben heel veel. Uh... Ja, we hebben heel veel uh, bolts alweer. Dus dat is helemaal mooi. We hebben er nu vier, maar ja, als de uh, vijf zelfs nu. En nu zes. Uh, en we kunnen er nog veel meer op openen. Of, uh, nou nee, ja, niet openen, maar gewoon oprapen. En daar kunnen die tegenstanders niet zoveel tegen doen. En als wij dan de volgende robot hebben, kunnen we waarschijnlijk wel weer genoeg schade doen om het te finishen. Ik zal nu alvast even mijn super op de kluis gooien. zodat we wat meer. Uh, uh, zal alvast wat schade erop hebben. En ik kan de super dan alweer wat een beetje terugkrijgen. Eens uh, even kijken. Als hij die, uh, die Daryl zou poelen, zou dat fijn zijn, ja. En dat doet hij ook zeker. Want nu kan uh, niks mij eigenlijk stoppen van de kluis. 7, uh, of uh, finishen. Behalve de Robot die dood gaat, helaas. Dus we hebben niet zo heel veel schade gedaan met deze push. Maar als wij controle kunnen houden voor de volgende, zou het zeker mooi zijn. Um, en als ik gewoon al nog een Super heb, dan gooi ik die gewoon weer op die kluis. En dan uh, komt dat goed. Uh, of op die Daryl kan ook. Als die guy gewoon dood is, dan is dat ook al fijn. Uh, Keggy poelt daar die guy. Dat doet hij helemaal mooi. En nu hebben we alweer gewonnen. Want hun kunnen niet meer terugkomen. Dus we hebben dit potje gewonnen. Dus dat is mooi. Op naar het volgende potje. Oké, okay, nou, we zitten op 1249. Dat betekent dat we nog één potje moeten winnen voor de rang 35. Dus ja, let's go. En dan zie ik jullie bij het volgende potje. Oké, okay, mensen, aangekomen bij het laatste potje voor rang 35 tegen twee Bibi's. Oh, wat is dat vervelend. En Karel en Keggy, wat doen hun dan weer? Ze staan stil. Man, 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 En nu gaat die Bibi uh, sowieso de eerste bolt hebben. Oh nee. Jawel, die gaat hij wel hebben. Karel is dood, helaas. Um, en die dynamike hier, ja dynamike is best wel oké okay op deze map. Ik heb hier mijn stuna rang 35 gepusht. Toen was mijn teamgenoot ook een dynamike. Um, dus dynamike is zeker niet verkeerd op deze map. Maar eens even kijken, gaan wij de uh, eerste bolt hebben we ook zeggen. De eerste robot hebben we ook ik zeggen. Maar nee, dat is niet het geval. Um, en dat is erg vervelend. Ik zal hier even mijn super gooien. En nu ben ik dood. Uh, dus ja, dat had eigenlijk niet zo. van. dat doe ik 11% op die kluis en dan ga ik dood. Dat is, dat is eigenlijk heel slecht. <laughs> maar ja. Uh, oh, daar gaat Karel. Nou ja, uh, het is zag ik ook wel prima als wij hun de tweede bol geven, want ze hebben echt nog heel veel. Uh, ze spelen echt goed voor een voor Randoms. Oh my god, dan ga ik daar weer dood. Dit is niet zoals uh, gepland eigenlijk tegen Randoms nog wel. Uh, maar dat is wel heel vervelend als we dit gaan, uh, als we hier een bol tegen krijgen. Ja, het is zag ik wel prima. Zolang zij het niet afmaken met deze robot, is er eigenlijk niks aan de hand. We kunnen heel veel van deze dingen verzamelen voor de volgende. Um, als Karel daar die keel kan maken, is dat mooi. Maar dan ga ik weer dood. Oh, dat is echt vervelend dat ik de hele tijd dood ga. Karel heeft in ieder geval heel veel bots. Dan hebben we, de, ja, we hebben er genoeg. We hebben er 7. 8 uh, zelfs. Ja, het is niet heel veel eigenlijk. Want hun hebben er uh, één nog. En als ze gewoon de hele tijd controle kunnen houden, kunnen ze echt wel terugkomen. Maar ja, als ik deze dynamite daar op afstand hou, kunnen ze zeker niet zo heel veel schade doen met deze robot. Dus dat is mooi. Die is ook dood daar. Uh, ja... Dat is fijn. Als wij nu gewoon controle kunnen houden, hebben we dit potje sowieso gewonnen. Uh, want dan, ja, dan hebben we een robot en dan kunnen we sowieso waarschijnlijk wel meer doen dan hun met de laatste push. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Uh, als Kechi nou die Dynamite daar even gaat pakken met Jean. Dat doet hij niet. Oké, okay. ja. Dat uh, kan ook. Dynamite is wel echt het vervelendste van hun. Uh, ook al is Bibi ook wel heel vervelend voor Barley. Sowieso voor Barley. Want ja, Bibi heel snel, heel veel levenspunten ook. Die krijg je niet zomaar dood met Barley. Die kan gewoon op je aflopen en dan kan je niks doen. Maar die Bibi daar, die is uh, dood door ons drieën. Dat is mooi, maar we hebben hier nu een robot. Dus ja, we hebben dit gewonnen. Als ik gewoon even. Als ik op de kluis kan komen, hebben we. Oh nee. Oh, oh, oh nee. Nee, we hebben verloren. We hebben sowieso verloren nu. We, we kunnen nooit zoveel damage doen met alleen Karel. Nee. hè. Uh, <laughs> we hebben verloren. Op 1249 hebben we verloren. Oh, dat is echt kut. <laughs> BD Gavi en Elite. Hun zijn allebei heel goed. Dus daar hebben we daar net van verloren. Maar op 1249. Oh, wat kut. Wat kut. Ja. Oké, okay, nou, we zijn weer terug op 1249. Uh, ik was. De vorige map, dus al was gisteren op vrijdag, nu is het zaterdag. Uh, maar ik was gisteren helemaal doorgezakt nog naar 1218. Maar toen was ik gewoon gestopt met opnemen, ik dacht. Uh, toen, nee, 1219 was ik gezakt. Was ik, het was 1219, sorry daarvoor. Uh, maar ik was, het even, uh, ik was er gewoon klaar mee. Ik had geen zin meer om uh, verder te spelen. Want toen moest ik weer nog 11 potjes winnen. En dat was uh, echt nog minimaal anderhalf uur spelen. Dat had ik helemaal geen zin in. Dus ik dacht, ik doe het later wel. Ja, uh, yeah, here we are. Uh, ja, weet je, ik ben uh, nu met Karel nog steeds en met Red Brawler. Dit is nu ook een andere map. Nu is het Fabrieksrun en uh, de vorige was Nuts and Bolts. Dus ja, uh, weet je, ik zie jullie wel weer bij het uh, volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het, uh, hopelijk het laatste potje tegen een Ems, een Stu en een Bo. Ems, uh, Stu en Bo is ook sowieso niet echt de beste combo voor deze map. Uh, dus ik denk eigenlijk wel dat we dit makkelijk kunnen winnen. Ehm, uh, eens even kijken hoe dit gaat Nou, die Bo. die, uh, <laughs> ja, wat een aap die, De Bow en de Ems, de Ems is ook gelijk dood De Stu was ook gelijk dood En de Bow, ja, die gaat het ook niet lang overleven Ja, die is dood Red Brawlers ook helaas dood Maar uh, ja, weet je, het maakt allemaal niet uit uh, Oh, de Stu geeft zelfs een free win Ja, ik ben er blij mee Het is het laatste potje En ik was helemaal, ik was, ben er helemaal klaar mee Dus ja, ik ben er eigenlijk nu wel blij mee Ook al vind ik het niet chill in de video Want het is gewoon saaie gameplay uh, Als je een free win krijgt, er is echt niks aan maar ik ben er nu echt heel, heel blij mee. Dankjewel, man. Weet uh, ja, nu kan ik eindelijk even stoppen met spelen. Dat, uh, dat uh, werd ook tijd. Uh, nou, eigenlijk niet. Ik heb vandaag... Uh, we waren net met Red Brawler begonnen op uh, 1240. Dus we hebben eigenlijk met hem maar vier potjes gedaan. En daarvoor uh, had ik uh, twee uur geleden had ik een paar potjes gedaan. En Trollermat heeft de win gegeven. Nou, dankjewel. Uh, maar in ieder geval, we hebben nu de 1250 op Barley binnen. Eindelijk. Uh, ik ben er wel heel blij mee. Barley is een heel erg goede knokker. Dus ja... Ik ben blij dat ik die rang 35 heb gehaald. Dit zal weer mijn 40ste rang 35. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze video. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie later, mensen.